Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. In onze zoektocht naar leuke categorie 1 vuurwerk voor oud en nieuw zijn we beland op een hele leuke tip. Namelijk dat ze hier zo bij Kwartel Vuurwerk in Pijnakker Frans categorie 1 vuurwerk hebben van Ardi. Dus we gaan gelijk even kijken zo meteen. Misschien hebben ze ook andere leuke dingen van Vroeger bijvoorbeeld, Bengal Foyers of zo. Ja, bijvoorbeeld. We hebben die tip gekregen. Normaal gesproken komen we hier wel eens met oud en nieuw natuurlijk als het gewoon mag. En dan kunnen we compounds kopen, maar volgens mij, zoals ik zie, hebben ze wel alles gewoon lekker mooi staan, man. Zie je dat? Ja, dus nou, we gaan gelijk even naar binnen. Dit is in ieder geval in Pijnakker, vlak voor de intratuin. Dus mochten jullie langs gaan of in de buurt zijn, zou ik zeker even een kijkje nemen. Althans, we moeten eerst nog even het vuurwerk testen. Misschien is het wel helemaal slecht. Denk het niet, maar Frans vuurwerk hebben we al eens eerder afgestoken op PTD 2. En toen was het best wel goed. Dus we gaan nu snel naar binnen, voordat ze sluiten. Want om 5 uur, jongens, sluit alles natuurlijk. En het is bijna 5 uur. Veel van Rubro ook hier, hè? Kijk als er uit is, maar dat is mooi, man. Ja, weet je het? De King of Town. Ja, man. Ja, echt ziek. Nou, we gaan even kijken naar wat ze hebben voor kat 1. En dan gaan we het hier, denk ik, voor de deur even afsteken, zometeen. Beetje met schemer een keertje wat afsteken, leuk. Normaal gesproken zou je hier dus ook gewoon Duits vuurwerk kunnen kopen, voor je werk. Ja, wel gewoon Nederlandse tekst natuurlijk. Weko. Op de stooklocatie laat ik jullie even zien wat we hebben. Deze, de 4 Maxi fonteinen van Ardi. Als je dan op de achterkant kijkt, even, dan zie je het adres dat het in Parijs zit. En hier heb je dan gewoon een Nederlandse bestikkering, zodat als de politie komt, dat je niet de problemen hebt, want dit is gewoon kat 1 natuurlijk. Wat hebben we ook nog? Deze. 6 Techno. Er zit muziek iets bij, denk ik. 4 Flames couleur. Het ziet er wel vet uit, hè? Ja, man. Hele andere soort verpakking. Het is nu ook ietsjes donker. Normaal gesproken stoken we expres overdag. Soms komen er nog wel eens reacties van mensen die zeggen, waarom stoken jullie altijd overdag? Nou, voor jullie, een beetje met schemer. Het is ook leuk om even wat... Mooie effectjes. Juist. Hier zo 4 mini fontaines. De Artificius de Extriteur. Fontaine. Kleintjes zijn dat, maar wij hebben de ervaring dat hoe kleiner de fonteinen zijn... Hoe beter ze gaan. Hoe beter ze gaan. Lijken naar piccolo's. 4 fontaine. 4 fontaine. Alsof het haag ja, is. Precies, 4 fontaine. En deze. Lijkt net als we rechtstreeks van de Aldi komen. Deze zijn ook goed. Heb ik genomen, ja. 3 mini... Versuvus. Kijk, en het ding is, hoe kleiner het fontein, hoe groter het spektakel voor je gevoel is. Want het is geen verkooptruc. Dus als jij een klein fonteintje ziet die even hoog gaat als een mega fontein, dan denk je van zo. Ja, man. En wat we ook nog hebben is van Vulcan een matje. Dat zijn allemaal knetterlinten. Oh, dit is knetterlint, joh? Ja. Oh, dus steek even deze even direct even aan. Deze? Ja. Even kijken of ik een goede aansteker heb. Nou, ben wel benieuwd. Wat een gouden heb je. Sick. Even kijken, man, wat is dit dan precies? Ik heb deze nog nooit gezien, hoor. Ja, maar er zit karton tussen. Ojo. Nou, ik dacht serieus dat het een mat was. Maar zijn dit dus goede knetterlinten van Vulcan? Ja. Dat is dit jaar dus heel erg een vraag natuurlijk, jongens. Want geloof me, ik krijg dus meerdere signalen dat de knetterlinten en al het andere categorie 1 vuurwerk wat wij dus heel goed vinden, dat dat bijna verleden tijd is. Dus mocht je heel veel knetterlinten hebben ingeslagen van bijvoorbeeld de Lidl, bewaar ze, want geloof me, volgend jaar is dat gewoon het nieuwe normaal. Ik denk dat die goed zijn. Zeg maar. Wel goed, toch? Redelijk. Alleen niet snel. Nou, het is niet... Het is... voor dit jaar is het wel een van de betere. Klopt. Maar het rook blijft hangen, hè? Het knettert goed. Dus... We hebben dus nog steeds die mat gouden stick. Hij doet het nog steeds. De 4 Maxi fontaines. Fontaine. Zo, en die rook blijft goed hangen hier. Ja, sfeer. Blijf daar maar even staan. Zetten we ze even neer. Franse geschut. Kijk, dit is Antoine Griezmann. Die zetten we even neer.
Kylian Mbappé gaat er ook even naast. Wie zou jij dan achter zetten? Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé ernaast. Nou, eerst even met deze beginnen. En daarna doen we de rest. Oh. Ik ben benieuwd. Ietsje verder, ietsje verder. Zo. Zo aardig hoog inderdaad. Juist. Ja, ga weg. Ga weg, Goos. Niet slecht, man. Toch? Zo. Die zijn niet slecht. Ja, man. En dan die laatste. Heb je er nog een lontje aan zitten? Een paar knettertjes erbij. Gezellig. Dan gaan we nu naar deze. Die ik vind lijken op de piekeloos. Van Leslie. Als het goed is, toch? Ja, pissie wel, hè. Die ging ziek hard, joh, met knetter, joh. Gaat zo? Nou, deze fluit is de vraag. Een leuke fonteinen, man. Zo, dag. Op je jas ook. Zonde, man. Dit zijn goede fonteinen, man. Zo, we gaan hoog. Ja, dat is echt goed. Hij zit nu alweer weg. Nu die andere. De rook blijft zo goed hangen, hè? Niet normaal. Zo, die gaan hoog. Zo wil ik ze zien, die fonteinen, man. Zo wil ik ze zien. Je knetterde hoog, joh. Nou, gaan we die kleintjes even pakken, want daar ben ik ook benieuwd naar. Aangezien wij natuurlijk heel stoer zeggen van die kleintjes zijn het heftigst. Nou, dan steken we deze crepitant af. Wat een namen, joh, dat Frans. Oké, even kijken hoe die kleintjes zijn. Ben wel benieuwd, man. Dat bedoel ik. Ja. Dat bedoel ik. Ja, die zijn leuk, man. Zijn kort maar krachtig. Zijn wel leuk. Doe die andere maar. Chrysanthem. Keur van jas. Doet hij het? Ja, die doet het. Zo. Zo, die gaat omhoog. Kijk, het zijn kleine fonteintjes, jongens, maar wat eruit komt is wel grappig, man. Ja, ja, die vond ik wat minder. Die vond ik wat minder, man. Hier hebben we nog. Oh ja, die Mini Vesuvius. Ben ook benieuwd naar deze. Heeft echt een oud en nieuw sfeertje zo met die rook, man. Heerlijk. Nou, eentje van deze eerst. Nou, dat mag wel wat heftiger, man. Hoog gaat hij wel. En lang. Oké, waarschijnlijk allemaal hetzelfde effect, man. Gaat hoog. Ja, wel lekker hoog, man. Je moet even hier, let op. Ja, wel bijna jouw lengte, man. En lekker lang duren ze, dat wel. Deze winkel achter mij verkoopt dus Frans Categorie 1 vuurwerk. Op zich ook wel leuk om in je collectie te hebben. Er zaten een aantal fonteinen bij die wel grappig zijn. Ze hebben ook natuurlijk veel meer categorie 1 vuurwerk. Ook van, wat zagen we? Vulcan zag je allemaal categorie 1 vuurwerk van natuurlijk. En die knetterrotjes had je hier ook allemaal. Maar ik wilde specifiek hier even het Franse categorie 1 vuurwerk testen. Toch grappig. Een paar dagen geleden hadden we natuurlijk al die stookvideo's uit Polen en Tsjechië. Daar komen er nog meer van, jongens. Dus er komt nog veel meer gestook aan. Ondertussen is het alweer bijna oud en nieuw. Er komt een compilatie online natuurlijk op 1 januari. Maar daar is het natuurlijk nog op wachten. Eerst nog even de feestdagen en zo. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Vergeet niet te reageren. Vergeet niet te abonneren. En mochten jullie nog een tip hebben waar we even langs moeten gaan. Laat het weten hier onder de video. Ik zie jullie morgen bij een nieuwe video. We'll be right back.